jullie om te bepalen. Ik heb geen idee, ik ga er ook geen oordeel over vertellen. Door met de volgende race in dezezelfde klasse. We gaan zien wat hier gaat gebeuren met de 149 plaats van Jon van Bentel. Hij staat hier goed door fietsen te maken, want die gaat hier meer mee naar Zoe van Dijk. Hij is ook goed bezig, pakt hij zelfs de leiding voor de van Vechel natuurlijk hier in Amersfoort. Dan gaan we naar Veldheuvel nogmaals en daar zit Koen Gerrits. Gerrits op de derde positie, wie gaat ook mee komen, denk ik, op die vierde plek stijgt hij veel. Zijn dat nummers 1, 2 en 3 of zijn de kappunten die daar nog een stukje voor kunnen versteken? Zal hij opnieuw moeten gaan doen in deze laatste bocht? Ergens een plek kunnen kiezen, even doen waar het gaatje zit. Ik ben bang dat het over is voor de 377 en zien we hem volgende week waarschijnlijk de Nick Kluisters in de Erf.